Twee echt goede eilanden. Een minder goed eiland omdat er een rivier in zit, maar het is wel een groot eiland. En een minder goed eiland omdat er geen rivier in zit, maar het is niet zo'n supergroot eiland. En zeuren die ik ben, wil ik natuurlijk het grote eiland. Zou ook eens een keer anders zijn, hè? Die is even weg. Singleplayer aan. Hey. Ik denk wel, er klopt iets niet. Connected, the game is offline. Hoor je me nog? Ja. Ja. Yeah. Dan ligt dat in ieder geval niet aan mij. Maar dat is wel fijn om te weten dat de game 8-1, is. 8-1, 8-1, hè? Was het? Nee, 8-1-8. Nou, ik doe even. Tavieren. En dan ga ik naar een titelscherm. En dan zie ik dat de multiplayer offline is. Heel fijn natuurlijk. Oh, even wild uitbrengen. Ik start even het spel opnieuw op. Oh, wacht. Ik moest die setting er aanpassen. Bedenk ik me net. Welke setting? Waar jij het net over had. Ding is, shadow quality. Die had ik al teruggezet naar high. Shadow quality had jij het over, toch? Shadow quality had ik het over, volgens mij. Shader ga ik ook even terugzetten in medium, want dat is smog en streets en decals en spec en verlichting. Nog een keer, ja. Maar ik vind bij zo'n spel vind ik super scherpe schaduwen, vind ik geen necessity. Daar ben ik met je eens. Had je trouwens al een fight gestuurd, Roy? Ja, maar ik ben even. Toch de kind opnieuw opstart. Ik moet even wat settings aan het passen. Dus het komt het eigenlijk niet meer. Versie. Ja, ik heb het niet gehad, dus ik start Uplay wel opnieuw op. Ik had inderdaad shader quality naar beneden gezet. Ja, dat zei je ook. Ik bedoel de shadow quality. Oké. Okay. Gaan we nu Lux doen? Krijgt mijn stad nog niet eens overeind? Oké. Okay. Waar gaat het mis, King's Eyes? Maar je was in je singleplayer game nog niet tot tier 4 gekomen? Nee, ik was gewoon een beetje campaign aan het volgen op mijn gemak. Ja, maar de campaign zegt niet echt van Bowser of zo. Die heeft na een tijdje zoiets van: het wordt tijd dat je artisans moet hebben. Ja, klopt. Oké, okay. Online. Met z'n weg. Ik ben de game aan het vormen. Oké, hier hebben we. Nu hebben we. Hier willen zijn. Dat klopt wel. Doen we weer gewoon iedereen in zijn eigen hoek blijven? Ja. Ja, is goed. En in overleg, stel je voor inderdaad, eentje heeft echt kut eilanden, zeg maar, die heeft een bepaalde resource nodig en dat heeft hij op zijn eiland niet, dat hij met iemand anders kan ruilen, mocht die andere persoon het daarmee eens zijn. Ja, dat is gewoon even roepen, hè. Even geven. Dan zeg je gewoon, mijn.
Ja, zoiets. Okay. Plantlaag. Maar als je nou verschillende stranden hebt op één eiland, kun je die dan niet met z'n tweeën op één eiland beginnen? Nee. Kan niet. Eiland is altijd van één persoon. Vind ik wel jammer. Als je hetzelfde team zit, zou je toch zeggen dat het ook kan? Ja. Dat zou je zeggen. Maar... het spel is heel leuk, maar moet het echt niet hebben voor het realisme. Ik heb zo'n treintje zien rondrijden en nee, dat is niet realistisch. Zo, invites zijn ronde. Ik heb niks gekregen. Mag ik dit keer wel? Ja. Maar ik stuur mij eens een invite. Het meeste gaat via Reddit, Kingsize. Ja, dat kan ik niet. Hoe hebben we dat... Dat kan niet. Ik kan niemand inviten vanuit hier. Oh, wacht natuurlijk onderaan. Nou, daar is een muur dus. Anders moet je opnieuw opstarten. En dan Uplay ook opnieuw opstarten. Oké, okay, doe dat even. Want er gebeurde heel weinig, moet ik eerlijk zeggen. Mij tot nu toe ook een keer. Ah, we gaan zo meteen een nieuwe game beginnen, King Size. Dus kun je misschien zien wat we doen. Als je te vroeg stuurt, maak ik dan bug die, hè? Ja, ik... moet cancelen. Accept. Daar is die toch. Oké. Okay. Want ik heb die nieuwe icoontjes, die hebben jullie nog niet. Ha! Ik wil het oogje. Dat is goed, jongen. Ik hoor er maar een tegenstander bij, ja. The Emperor and Empress also asked you to join you in strange lands. Ja, die heb dan. Ik ga ervan uit dat jullie ook flink dingen bij mij komen kopen, toch? Want zo zijn jullie. Jullie helpen mij, toch? Tuurlijk, ja. We hebben ook in die vorige game al doen, maar je had niks wat ik nodig had. Je wel geld tekort. Ja, dat had je dat ook jij... niet nodig. Nee, of had je dat ook niet nodig? Ik had 2 ton. Nou, was bij jou aan het kijken of ik iets kon kopen, maar hetgene wat je op voorraad had, was hetgene waar ik ook van overvloed. Ik denk, ja, dat heb ik gedaan. Oh god, gaan we dit krijgen? Ik heb een rivier. Oh, druk hè? Niet. Game 7. Ik heb een redelijk eiland. Dus, ja, hier kan ik ook wel overheen. Een beetje passen en meten. Cliff. Had je mijn de linkjes in die ik gestuurd had over dat achterstens geen marketplace nodig hebben? Ja, klopt. Alleen we zitten trouwens niet in die corners nu. Nee, maar we zitten nou ja, wel in hoekjes, zeg maar. Iedereen heeft zeg maar zijn eigen gedeelte van de kaart. Ja. We zitten gewoon naast elkaar, toch? Ja, ja, maar je hebt de eilanden naar buiten toe nog. Je hebt er nog de eilanden achter je liggen. In plaats van voor je. 1, 2, 3, 4, 5. Bij deze game is het zo dat hetgene wat opstaat bij het dingetje is ook het enige wat ze nodig hebben. Meer hebben ze ook echt niet nodig. Ja, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik compleet van mijn anno bouwmethodes moet afstappen. Mm-hmm. Dat ik anders moet gaan denken. Yep.
Heb ik olie? Maar heb ik olie? Ja, ik heb olie. Mijn kinderen zijn niet nodig. Wat? Ik ga jullie nou een tip geven. En dat is een tip die ik in de singleplayer campaign achter ben gekomen. Zorg ervoor dat je je stad niet bouwt tussen het olie en de strand. En mijn olie ligt hier aan de linkerkant en daar ligt ook mijn haven. Jij bent geel, zwart, wat ben je? Geel. Oké, dan moet je eigenlijk... Ik moet sowieso naar rechts toe, daar niet van, maar... Er moet een spoorrail moet er van de olie naar de haven kunnen gaan. Dat ding is één breed, dat kan over een weg gaan, alleen kruislinks, zeg maar. Ja, maar je moet daar ruimte voor overhouden. Dat is niet optioneel, je moet dat. Ik heb die eerste trader al gevonden. Hi, hi. En ik weet zeker dat ik de eerste paar het ook ga vinden. Zo, nou, gaan we eens even kijken naar hout. Dan doen we dat hier mooi een beetje bij die oog. Ik heb maar niks gebouwd, gek. Nou, dat is niet waar, ik heb ingebouwd. Ik kijk als je mee gespeeld hebt als SimCity, misschien is dat mijn fout. Nou ja, wij zijn ook iedere playthrough leer je van. Dat is 1-1, hè? Ja. Oh wow, dat is een lekker eiland. New milestone. Wel of niet? Ja. Bijna helemaal vlak. Alleen op de berg, nou, het is niet heel groot. Maar het is wel lekker om te bouwen. Heel groot. Vlak, geen bergen, geen rivieren. Zo. En het is klein, het is minder. Flagship ready for orders. Taking the initiative. Alleen mijn eiland is excellent. Ik heb Archibald bij me zitten. Dat is fijn. Nieuw building zijn. Ik heb Madame Kia. Of Kaina. Ik denk dat ik alleen een groot probleem ga krijgen met mijn productie. Van goederen. Oké. Nou, we beginnen. Je kan ons straks artsanden maken en dan breek ik gewoon die marketplace uit. Ik heb best wel mooie vlakke eilandjes naast me liggen eigenlijk. Fijn toch? Ja. Wauw, oké. De eiland in de hoek heeft een rivier. Station erachteraan. Even kijken, die building layout. Zo,
Kan ik hier dan God tussen vervolgen? Oh, wacht, dan moet ik wel plaats houden voor de railroad checkers. Yo, Rick. Goedenavond. Shake your booty out of Angry Annie's waters, or she'll blow a hole in your mizzen. Iemand heeft de pirates gevonden? Ik nog niet. Oh, die liggen bij mij. Die liggen bij Chris. Ja. Jongen, daar ben ik blij mee, dat wil je niet weten. Mag je lekker vriendjes gaan maken. Ship under attack. Daar een veldje. Oh, je begint gelijk al met vriendjes maken. Jekke. Ja. Nee, zo. Iemand zijn schip gaat raken. Dat is groot hoor. Ja, dat zal dus gewoon. Heb je hem lichaam gehoord? Ja. Dat is niet mijn schip. Jawel. Dat is je command ship. Temperance Imperial Command Ship. Robert die op NES gooien. Waarom is die omgedraaid? Dat weet ik niet. Ready as we can be. We'll give it our best. Just a taste of what's to come. Oh, echt. Oh dear, lost your flagship. Well, I'll see what I can rustle up. Moet je even opnieuw beginnen, heb je iets van nieuw? Nee, mijn achterbal zegt dat hij mij een nieuw flagship geeft. Waarom moet je betalen? Dan geef je een kleine financiële setback. As Her Majesty's adjutant. Oh, 5000, valt mee. Flagship at your service. Ik zei ook een kleine financiële setback. Hè? Ik zeg niet van, god, de wereld is verloren, we gaan allemaal dood. Radar! Zullen we eens beginnen met wat truien te produceren. Zo. Dus we draaien nogal hard de wind op het moment. Flagship ready for orders. Dan gaan we het dwars over de map. Even dat middenstuk verkennen. Mm.
Okay. Mm. Lukt het een beetje? Altijd. Ja, ik denk Chris is erbij, je weet maar nooit, hè. Ja, maar dat is zijn Roy. Ja, dat is Roy die is net bezig en is al direct zijn capital ship kwijt. Zijn capital ship! Ik weet niet of Joris nu wat wat zegt. Ja, het zegt me wel wat. Oh, ja, het is gewoon zijn eerste boot. Ja. Het kun je maar beter kwijt zijn. Schildje upkeep. Die is gratis. Schildje niet upkeep. Jammer. Het had je upkeep kunnen schelen, moet je maar denken. Even kijken. Ja, gaat. Eerst eens langs de bal lopen. Alleen zus. Kan je niet echt vol lopen? Ja? Nee, ik zei je zus, niet jij. Oh, je zus. Misschien goed. Je voelt je ook altijd aangesproken. Ja. Oh, dan dat zeg ik ook graag. Ja, maar dat heb ik gewend van je dat je raar bent. Dat sowieso. Dat ben ik zelf wel gewend aan. Ik heb die hoop ook opgegeven. Ja. De jubs de map weer rood gemaakt. I know you're busy, but I've a favor to ask. I shouldn't ask. Waar gaan we voor? We've all we've ever wished for. Van de brandweerkazerne. I am Heshua Princess Qing. My father and mother send me as an ambassador. Ja, maar... Keen as a three-leg goat! Self-care. Oké. Die had ik net moeten hebben. Die layout die je nou hebt neergezet, Roy. Mm-hmm. Voor de... Hoe heet dat spel? Die kleren. Ja. Ik heb die voor mezelf een beetje aangepast. En dan loopt die voor mij in ieder geval beter. Als je bij de ingang, zeg maar, die huisjes één stapje naar binnen doet. Ja. Je haalt die twee wagentjes weg. Doet die dingen dan één stapje naar binnen. Heb je die aan de zijkanten van dat ding, heb je die wagentjes van één breed. Die haal je allebei weg. En die zet je dan naast die huisjes die je naar verplaatst hebt. Tussen het huisje en het weilandje, zeg maar. Oh, dat die rechtstreeks vanuit de boer naar het ding loopt. Juist, want waar ik de hele tijd met dat ding zat te kijken is dat hij op de een of andere manier de hele tijd om extra wagentjes aan het vragen was. En als je dat zo verplaatst, heb je dat niet. Game save. Dat is wel even kijken als je hem klaar hebt of dat is zoals ik hem in gedachten had. Misschien ook een wiskunde ofzo. Wat draai je verder positief? We moeten nog snaps hebben. Nou, dan beginnen we dadelijk wel opnieuw, Alt. Als je hem gedownload hebt. Over een half uurtje krijgen we er nog eentje bij, zullen zien. Anne? Alt kan niet langer wachten. Wanneer? Met hem te kopen. Heeft die jongen nooit geduld geleerd? Geduld? Is blijkbaar een schone zaak. Nou ja. Ik weet niet, als ik mijn kleren gewoon op de stoel laat liggen, wordt het toch hartstikke wettig. Moral, and not yet ben je niet geduldig genoeg geweest? Dat is dan zelf beschouwd worden, maar... Juist. Dat betwijfel ik.
dit nou eens. Die kant aan zetten. Zeg trouwens wat ik moet de was nog ophangen. Gewoon geduld, Chris, dan hangt hij zich vanzelf om. Ja, ja. Ik ben toch ook geduldig. Ik ben naar die was nog aan het kijken. En ik ga ervan uit dat die zo op opgang is. Zelf in de was. Ja, heel geduldig. Chris, dat heeft ook te maken met je geheugenverlies. Dat je denkt, hé, nou hangt hij toch in één keer. Dan heb ik hem zelf. Ja. Nee, joh, zo werkt de wereld niet. Ah, dat dacht ik. Ja, dat zie ik wel. Dat, ik had het al door dat je dat dacht, maar zo werkt dat niet. Nee. Nee, realiteit en wij gaan anders. Toch ben ik te vertwijfeld. Oh, ik heb zo'n delusie met die piraten, jong. Die zetten me echt heel slim bij. You reached a new milestone. Zo, echt dik met de vissen, dus we zullen nog maar eens een schijf bij plaatsen. Honest work. Dat wordt wel iets. Ik kan al tier 2 in gaan, nog niet, Roy? Ik zit al in tier 2. Jongen, je bent goed bezig. Mark heeft nou net die neusje staan. Kijk hoe ik het doe, maar het lukt niet. Ik heb gewoon niet de ruimte om te doen wat ik wil. Je moet meer naar rechts bouwen, richting die kleedeposit. Ja, dat is ook wel naar te kijken, maar ik dacht eerder dat ik dat... Of naar links, richting die kleedeposit, één van de twee. Of allebei, kun je trouwens ook doen. Ja, dat ik hier een stuk naar boven ga, dan ik naar rechts. Oh. Het enige waar je rekening mee moet houden, je hebt in Noord heb je inderdaad het olieveld. Je moet niet direct om die rotsklif daar heen gaan. Je hebt daarboven heb je een strand en daar moet je je oil hall straks bouwen. Okay. Ik zat er ook aan te denken om het eiland rechts boven mij mee eiland te maken. Rechts boven. Game save. Wat mooi vlak is. Veel ruimer. Ik zou dat ook doen. Als het goed is begin je sowieso met staal in je bootje, zeg maar. Ja, klopt. Genoeg voor één outpost. Ja, dat wou ik inderdaad dan mee zeggen. New orders? God scourges, though. Ik moet kleren gaan bouwen. Kleren ook altijd. Maak van dit gewoon wel een productie-eiland. Niet in en buiten, anders had ik weer een probleem. Heb je toch nodig? Maar even, als je zeg maar op je eiland een hele slooi bomen weghakt, heeft dat ook gevolgen voor iets? Ja. Voor je wat? Minder pretty. Ja, attractiveness. Okay. En kun je ook weer terugplanten? Of? Ja. Je hebt bijvoorbeeld bij Farmers heb je Modders Park, Moriol en Yubi Club dingen. Die ornaments.
Ja, maar die tellen anders. Die tellen trouwens beter qua prettiness, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je echt gewoon ook weer bomen terug wil hebben, dan moet je gewoon een dinges neerzetten. Een lumberjack, zeg maar. Want een tijdje heeft hij daar weer nieuwe bomen neergezet. Oké, okay, dan gewoon weer weghalen. Zo. Juist. Oké. Okay. Ja. Zo. Ja, waarom moet je bouwen? Bij de eerste klerenproductie staat. Even dat beetje opvullen, dat gaatje. We kunnen hier ook een keer een snapsproductie eigenlijk gaan bouwen. Ja, ik zat ook wel over te denken om dat gewoon te skippen eigenlijk. Het levert wel extra geld op natuurlijk hoor. Ja, weet ik, maar ik doe dat liever met mijn bier. Ja, maar ik kan op mijn eiland kan ik geen bier bouwen. Weer. Ik weer wel. Maar bier overvaren is niet zo'n probleem. Nee, ik heb hier naast me een eiland liggen, daar ga ik mijn bierproductie neerzetten. Dat had ik al gezien. Nou, doe ik greep zetten, dat is ook wel gunstig eigenlijk. Oh ja, ik heb op het andere riviereiland heb ik ook bier zitten. Dat is ook mooi. En daar zetten mijn greeps. En tomaten ook. Of pepers. Daar heb ik nog niet naar gekeken eigenlijk. Ik weet niet op dit eiland zitten, maar dat wil ik ze niet hebben. Maar dan heb ik ook weer een hele dikke weg. Ik heb echt 3 kloteilanden. Wat dat betreft. Qua layout dan. Waar heb je dan een eiland voor bier? Want ik zie bij jou een... Jij bent geel toch? Ja, helemaal bovenin. Bij de N van Noord. Daar heb je geen dinges, hè? Geen... Oh, daar heb je geen touwen. Geen graan. Ja, klopt, ja. Ja, is dat nog niet zo'n probleem? Wat ik meestal doe met die extra eilandjes, ik bouw daar gewoon normale hutjes, plus soms wat van die tier 2 figuren voor mijnen. En voor de rest laag het zo dan. En ik doe dan de echte producten, zeg maar, of de rauwe producten, doe ik importeren naar de stad waar ik een manufacturing district heb. Oh, nou ja, ik had dat. Tot dadelijk. Tot dadelijk. Ik had in de campaign en zo, heb ik aparte. Daar zat alles op dat eiland. Echt een bierproductie op mijn tweede eiland. Maar ook alleen maar net dat ik bier kan doen, meer niet. Ik heb iets van 2 workers over, zeg maar. Gewoon minimale productie. Ja, ja, ik doe de minimale productie voor het graan. Weet je waarom ik alleen die lage tieren zo pak? Dan hoef ik al die andere shit er niet naartoe te brengen. Dat hoeft ook helemaal niet. Ja, maar als je tier 3 dingen op een eiland wil gaan verbouwen. Ja, oké. Okay. Pepers en zo, die stuur ik naar mijn main-eiland. Dat klopt. Ik doe dat met alles. Main-eiland. Ik doe dat met alles. Die kleine huisjes die kosten toch al zoveel ruimte, dus. Ja, wat is productie kost bijna niks. Hè. Het is de... Het farmen wat altijd zoveel ruimte kost. Ja. Jee, ik ben ook keer 2. Een keer. Proost. Iets in de buurt liggen. Ja, hier. It's our human rights. Het wordt wel iets lastig als we geen snaps hebben. We're all full up. Oh, ja. Is goed, vis zit vol. Complete stop. Kan ik jou met de starten? Dan laat ik jou bouwen. Dus we elect the requisite material.
Maar heel veel olievelden. Dus. Ik heb worst nodig. Ik heb geen worst. Dat hebben we hier niet geworst. Ik denk dat ik kan beginnen aan worstproductie. Ik ben nog lang niet aan begonnen. Ik heb het nodig, man. Ik heb twee huisjes die ik upgrade heb. Die hebben dat nodig. Die twee huisjes die kunnen me een stront invallen. Letterlijk de picture in. In welk opzicht? Dat is die ene layout die ik had. Dat is een fijne layout. I require additional Vespine gas. Ik wil gewoon alvast een van die mijnen aan de gang hebben. Oh ja, maar dat ligt een beetje aan het eiland. Ik ben toch nog alleen maar bezig om... Het ligt een beetje aan het eiland. Ik zit hier heel smal, dus ik moet... Als je zo even wat binnenkrijgt, heel erg die kant in. En ik moet deze kant in met mijn stad. Weet ik het. Ik kan koekjes mee bakken. En hier ligt klei, ja, daar kan ik niet heel veel mee. Dat lijkt hier zo lang bij elkaar. Krijg ik het binnen. Dit zijn houthakkerijen, die wil je juist zo ver mogelijk weg hebben. Die hebben die bomen nodig. Even kijken. Piggies. 6 breed in totaal. Nee, ze heeft hier 9 breed. Game saved. Ze zouden hier moeten komen. Dat kan. Dat is ook geen probleem. Was het ook een hadden de zich dus ook gehaald. Ja, die is nou aan het downloaden. Dus we gaan zo meteen met z'n vieren oorlogje voeren. Wat? One final look. Really, entirely marvelous to meet you. And that we may show truth, or anything, actually, in my, as you wish, it'll be changed momentarily, of course, absolutely. Ligt het positief. Of course, you know what's best. Uiteraard. Okay.
zo. Hier al langzaam aan gaan beginnen. Die heb ik niet. Hoe is die verhouding trouwens? 1 minuut, 1 minuut, oké. Zo. Oh, wat huisjes gaan opgraden, zie ik. Want we staan in de min met werkers. You reached a new milestone. Als je geen snaps verbouwt. Dan draai je hem ietsje in de min. Ik heb een piratenboot rondvlaren. Perhaps you are a dragon among mortals. The chill already thaws. Wat? Drie corrupt police officers. From Friday to Monday. You go see the old man. From decay, you sprout a blush of lotus. It's going to. Het zijn altijd bittere pesten zo. Heb jij nog een quest toevallig? Now, here is a vital Philip. Matter for Buckaroo. 23 ton bricks. Dank je wel. Nee. Misschien heb je wel met een ander uurtje. Coordinates plotted. Maar dat is altijd het goede begin van een nieuwe start. Kijk. Was dadelijk binnen als het goed is. Attack. Attention for the Admiral. Hey, we draaien positief. Maar net, maar we draaien positief. Even kijken. We gaan van Secret kijken om een. Oh. Het is misschien wel een betere locatie om die allebei te zetten. Dat is een hier. Deze twee connecten. Kijk. Hoeveel hebben we dat nodig? 20. Oh, daar hebben we bijna.
Ja, we hebben genoeg. Gouden brug bouwen dat we verder kunnen en dat ding kunnen connecten. Nu meteen kijken voor een tweede. Die hebben we eigenlijk toch nodig. Meteen dat olie op hun vrij. Het is gewoon 19 graden buiten. Lekker hè? Het was vandaag gewoon warmer buiten dan binnen. Heerlijk. En voor mij mag het zo het hele jaar blijven zoals het vandaag was. Het hele jaar is wel heel erg dan. Ja, op de winter na, dan moet ik gewoon flink doen zodat het onderdeel kapot gaat. Maar... vanaf de lente tot en met de herfst, zo'n graad of 20, 22. Ik heb niet het idee dat mijn brandweer de branden onder controle krijgt. Heb jij fik? Ik heb al zeker een kwartier fik. Ik wil even afkloppen, ik heb nog geen fik gehad. Ja, als je niet luisteren wil, fik hem maar. Nee, zo gaat dat niet. Uiteindelijk wel, maar... Hij maakt één brandje uit, dan springen er twee aan. dat is goed. Ja, moet mijn happiness hoger krijgen. Ja, dat die extra brandweer in kunnen schakelen. Ja. Maar meestal zijn ze niet heel happy als effect. Vreemd, hè? Ja, eigenlijk wel. Het is lekker warm. Ja. Wat jij gewoon nodig hebt, dus. Wat jij gewoon nodig hebt, een subtropisch klimaat. Dat is warm, hè? Nee, toerisme is dat. Waar moet al die andere werklozen anders naar kijken? Oh, je komt keur. Flagship at your service. Zo, nou, 21 ton. Dat zit er nog 2 ton. Kom maar, tintjes. Kom maar. Kom maar bij onderboy. Hout nodig gooien. On our way. Hout nodig, stenen nodig, bier nodig.
als ik alles hout zou hebben, dan zou ik al blij mee zijn. Als ik 200 hout heb, dan kan ik wat upgraden. Dingen afbouwen. Brought some joy. Fish bang bibli. Dashy blows. Nee, dashy blows. Nee, dank je. Far be it from us to make the fall. Help us out, will you, boss? Fik is afgelopen. Fik factory. Zo. Gaan we ze aan op de pit erbij zetten. A little love is all we ever want. Hier is volgens mij 30% plus extra boots. A fire broke out. Oh, ik heb op fik. Gefeliciteerd. Radar! Oh ja, maar voor jou is lekker dicht bij de brandweercentrale, dat scheelt. Why not share some of my daily hell with you? You're getting off lightly. Oh, je hebt het klein eiland. Sails! Yep, met de rivier. Dus dat wordt weer lekker passen en meten hier. De Chinezen hebben een hartstikke groot eiland. Niet dat ik mag hem niet klagen of zo, maar mijn eiland is ook lekker groot. Game save. Ik heb niks te klaar op mijn eiland. Ja, kijk, kunnen we de zeepspullen ertussen gaan leggen. Maybe 3-4 bushels? I wouldn't like the sound. Zet ik toch nog niet aan. Dan hebben we dat in ieder geval vast klaarleggen. Ik denk dat volgende voornamelijk rood wordt eigenlijk. Maar ja, wel vier clay deposits. En drie iron deposits. The fire has been vanquished. Zeven olie. Ik heb gewoon 4 iron deposits. Dat is echt veel geworden. Coordinates plotted. Het is wel flink wat. Steersman! Dit is waarschijnlijk dichterbij. Dat ik even bouwen, dan worden we eens een beetje happier. Aangezien we nog steeds geen snaps hebben. De kerk levert die geld op. De kerk levert geld. Nee, de kerk levert happiness op. Kut. Ik had liever geld. Happiness is geld, hè? Happiness is productie. Je kunt de productie van dingen verhogen, hè? Maar dan kost je happiness bij die bevolkingsgroep. Ja, oké. Okay. Dat kan best wel een hele dikke buff zijn. Dat is 50% wat je daaruit kunt krijgen. Dat is best veel, vind ik zelf. We moesten hebben nog genoeg, ja. Dus we moeten wel gaan kijken naar begroet. We hebben altijd deze layout. Dan zit ook hier bij. Ja, ik moest trouwens wel op dit eiland bouwen. Even kijken of
dat hier tussen past. Dus in deze smalle gang. Dat zou helemaal super zijn. Het zal niet heel lang duren. Dadelijk nog. Game save. Ik was daar niet tussen. Ik heb nu ook vuur. Jij naper. Ja. Jongen. Ik heb al jaren vuur. Ik weet niet of ik er zo blij mee moet zijn, maar ik heb er al jaren! Aan en dan pak ik hem niet op. Rada! Nu wel zeiltjes maken. Ik wel dat je niks verkoopt als je nou vol zit, maar. Flagship awaiting instructions. Coming clean. So, a law abider. New orders? Geen quest. Geen quest. Geen quest. Save quest. Those who wish to grow must themselves grow others. Connection. Fly upon a cloud. On our way. Dus bij de piraten, dat gaat gezellig worden.
Yay, new buildings. Hier. Nou komen we bijna bij het stuk waar ik niet meer zag wat nu vergat. Eerst even hier verder. Even kijken. Dan kunnen we kijken of dit allemaal past. Past het net allemaal? Heb ik het gevoel. Het zal heel fijn zijn als dit precies past. Ik heb mijn vis nodig. Game saved. Shit. Nee. Oké, hier aan deze kant kan helemaal niet passen. Hier valt een 44 van. Waarom klop jij niet? Kan toch helemaal niet? Ben eerst mijn eerste stadsgedeelte gebouwd. Oh, ik zie dat. Leroy, die is goed bezig, zie ik. Heb je ook al een celproductie, Roy? Nee. Ik heb 3 gekocht. Ship under attack. Coordinates plotted. Ik moet een 4 huisjes bouwen. Heb ik mijn eerste gedeelte. Every man will be avenged. Banners lose none of their color. Coordinates plotted.
ga je nou weer varen? Weer daar langs. Godverdomme. Dat gaat hij niet overleven. Our thirsty quenched. Oh dear, lost your flagship. Well, I'll see what I can rustle up. As Her Majesty's adjutant, a ship was service. Destroyed. Okay, where was that? Ik kan hem natuurlijk niet meer vinden. Sails! Oh, daar is dat schip. Steersman! Branches of one elm, are we not? With such connections, may I meet expectations? Hier, hoi. En dan treden ik riemen en maken met iedereen. Liep je dus aan bij mij, kan deze doen? Nu mensen worden, je kan er niet wel. Wel, ik ben al mijn tweede capital ship kwijt. Yes, ja. Yep. Ja, daar worden die kononnen wel warm van. Oké, die ben ik met je eens. Ach ja. Die vorige keer was ik gedeeld in mijn capital ship kwijt. Wacht tijd tot de wisseling van de wachtgarde dus. Daarom. Ik ben bijna daar. Zullen we even in de gaten houden? Leegmaken. Meteen even van die twee die we neergeschoten hebben, ook maar even voor ons allemaal oprapen. Dan hebben we nog iets terug. Even kijken, wij waren aan het kijken voor brood. Oh, eerst even die veld beleggen. Laten we dat eerst even doen. Yes.
5, 6. Zo, een ship under attack. Nee, niet weer. Warehouse moeten we sowieso bouwen. Waarom? Mel. Twee bakkerijen. Gate die mag ik. Even nieuw eiland. I'm confident it's ready to go. Oh, faal. Als goed is. Printed news ever die out? Why should it? Not an inclination of yours, is it? After all, papers are for drumming up support. Nobody would dare challenge your authority. Anything else? Then I'll send it out. Your ways seem fickle and foreign. Influence, wordsmith. Newspaper efficiency plus 4%. Huh. Game saved. Ik vind het goed. Ik ben positief, dus laat maar gaan. Ja, ik kan ook negatief uitpakken, maar op het algemeen nee. Zo, zijn we nu al positief met de volking. Gas. A mind as fine as jade. Ja, in ieder geval mijn boek bij het. Dus dat scheelt dan in ieder geval weer. Dus wat hebben we flagship meer? Awaiting instructions. Damage per shot plus 10%. Oké, oké. Uiteraard. Dus terug naar de haven, ja. Die zullen we ondertussen ook maar eens even gaan bouwen. Daar heb ik een church. Duurt wel even op dat we oud onrust zoals mogelijk. Om mijn pennen te krijgen. Hier heb ik bewust nog niet aan staan. Maar als dat eenmaal misgaat, dan flikt alles in duigen. Daar kan ik dan eens aan gaan kijken. Station moet daar ook eentje gaan bouwen. Als we die niet hebben, dan heb ik altijd problemen. Ja, laat u daar meteen bouwen. Dan wacht ik eigenlijk nog maar iets langer. Ja, die kom ik snel neer te leggen. Dat is een probleem voor me. Wat vind je meer wat ik kan doen? Ja. Dat is waarschijnlijk nog de beste manier. Ja, weet ik maar wel. Kom op. Ik krijg je boten van. Ik krijg er ook vrede van, maar... Ik weet niet of ik daar blij mee ben. Of ik daar genoeg aan neem. Kun je het rijden van gebouwen? Middelmuisbutton indrukken. Expertise. 5% destroy. Pick-up quest.
Jolly Roger. On our way. Zo. De magische kant is dus veilig niet. Dus als je middelmuisknop indrukt, dan roteert hij het gebouw. Ik wil al een puntboot maken. Een schoener. Ik wil even doorsparen, maar dat kost 8 cents. Dus dat gaat me kort worden. Oh, goed, kom binnen. Dan zijn ze klaar voor 7. Voor 7 hadden we nog staal nodig, hè? Voilà. Dus dat kan dit eerst staalproductie gaan beginnen. Ik weet hier niet bij mijn stad hebben. Oh, hier hebben we keizer. Waar zit die laatste deposit? Oh nee, ik heb er 3. Ja, dan gaan we met deze beginnen. Competitors have reached a trade agreement. Dus kijk, dat is mooi. Oké, nou zal ik wel niet heel veel meer kunnen daar. Zo, hij staat eindelijk op. Internet schiet niet op. Kan ik daarbij inspringen? Nee, we moeten een nieuwe game maken, maar dat is niet erg. Is hij klaar met downloaden al? Dan saven wij deze dadelijk gewoon. Als jij werken bent, kunnen wij gewoon een andere game doen. Ik heb weer fik. Dat is goed. Nou, dan doe maar langzaam zorgen dat je de zaak op orde hebt als je heeft hem geïnstalleerd. Wacht, ik ben even een question. Doe rustig aan. Alt is nog even roken. Het is een PC aan het rebooten, dus. Maar ik denk, zeg het vast op tijd. Coordinates plotted. Dat je weet dat je geen grote projecten meer moet beginnen. Deze hele game is één groot project. Ja, dat is vast mee. Heb je mijn stad trouwens gezien, Roy? Nee, nog niet. Ik ga zo kijken. En vind je gek dat je dat het fik hebt? Hoezo? Ik heb de brandweer. Je hebt hier zoveel huisjes, je hebt. 4 of zo. Ja. Voor dat of zo gedeelte.
Als je aan de zuidwestenkant van mijn stad kijkt, hè? Hoi. Ja. Dan zie je wat ik daar gedaan heb, die twee banen naast elkaar met één ruimte ertussen. Aan de overkant heb ik precies hetzelfde en daar heb ik een hecht neergezet. Dat heb ik aan de ene kant heb ik dat niet gedaan. Zie je dat? Even mijn camera naar het noorden, zuidwest. Oh, hier met die zandweg. Die zandweg... aan de kant waar ik de dinges heb, de klerenproductie. Ja, daar heb je een stukje, daar is een klein beetje ruimte, zeg maar. Daar heb ik geen huizen gebouwd. Pas ook geen huizen in, trouwens. Maar zie je dat ik daar één ruimte heb gehad? Heb gehouden. Weet je hoezo? Voor je treinrails. Fucking treinrails. Dat probleem heb ik dan weer niet. Ik kan met die linkerkant sowieso niet heel veel. Je hebt hetzelfde probleem. Die treinrails komen bij jou nergens naar binnen. Je moet de stad in. Op het eind van die treinrails, ja, tier 4. Op het eind van die treinrails moet namelijk zo'n power station komen te staan. Ja. Want vanaf tier 4 en tier 5 heb je power stations nodig voor je stad. Ja. Nou, dat is gewoon put van alle kanten. Nou, ik heb nog geen power gehad, dus geen idee hoe dat werkt. Dat zie ik dan wel. Maar ik heb ruimte zat in ieder geval voor een treinrails van Oli naar mijn haven. Dat had ik gezien. Trouwens. Ja, het kwam ook meer zo uit, want die kun je toch geen fuck. Dan moet ik alleen een boot halen. -230. Had a rip roaring time of it. En ik heb leren. I am quite penetrated by your kindness. Hier moet ik hem hier verbouwen. Dan zitten we de kinderen in met. Use like part of the family. Wish I had something to complain about. We hebben heel veel ruimte. Ik kan natuurlijk kijken. Ik zeg dat even te overmaken. Hoeveel heb ik nodig voor zo'n zeep ding aan te zetten? Even kijken. Die is 4. Die is op 4. Lang is ook nog weg. Geen idee. Het zal niet heel super lang zijn, denk ik. Ik heb ze 2 van die, dus dat is 12. Dan zijn er geen even geen productie meer. Nou ja, ik hoef ook niet meteen op pauze te gaan, maar... Nee, weet ik maar. Luister hier weer. De ene productie is de andere productie niet. Hè? De ene productie heb je binnen 5 minuten opgezet en de andere ben je een half uur mee bezig. Yep. Competitors have reached a trade agreement. We've only a skeleton. Look sharp, the governor's here. If it's a lockout, we've a right to know the dispute. Halt the conveyor! Alright everyone, back to it! Zijn we meteen 200.
Nou, veel plezier, King's Eyes. Hebben dan flagship at your service. Game save. Buildings have been unlocked. Daar komen we bijna boven 200 aan. Kunnen we in ieder geval de staalproductie van starten? Ja, altjes terug. Welkom terug, Alt. Ciao wel. Ik ga deze starten. Waar ik nu in zit. Dat heb ik eerder gehad. Wat een mooie. Ja. Dat is mooi. Hier naartoe. Ik heb het hier oplossen. Zeg maar, we gaan 7, hoi. Ik ben er nu wel zover. Mag ik ook? Ja, ik was alleen dingetje aan het uitleggen, zeg maar. Blueprint bouwen. Dus ik kan mijn klaar. Multispieler. Veel meer hoeveel er ook niet aan te passen. Bliep bliep. Het zal alt zijn. Hey, goedenavond. Avond. Goedenavond. Hoe is ie? Nou, nu wel goed. Dat is wel goed.
Ja, ik wil dit spel al een paar dagen spelen eigenlijk, maar ik zat steeds... Steeds twijfel of zo? Ja, ik was gisteren en vandaag bij Cole Carnage aan het kijken, nou, bij Riot. Eigenlijk kon het financieel niet uit, maar lekker mooi. Dan maar een beetje droog brood. Hoopsie. Oh, bij mij crasht die. Daar ik niks al. Zo, moet je even uitgooien, dan kun je de game opnieuw starten. Campagnevoortgang 88%. Dus je bent door de campagne in dan? Ja. Dat is wel niet wat. Krijg je message meer. Ik heb de Big Bad verslagen. Ik kwam draken en al die shit gek. Normaal dan. Kraken en zo. Kraken en zo. Moet dat allemaal op team 1 staan? Ja, we kunnen ook tegen elkaar doen, vind ik ook goed. Ja, ik ben helemaal nieuw, dus ik heb nog niks, geen campaign of zo gespeeld. Dan zetten we gewoon op team 1. Dan kunnen we met je meekijken en advies geven. Ik zou dadelijk op je tweede scherm even de wiki openzetten al. Oké. Okay. Dan ga je naar guides en dan production layouts. Die moet je niet tot op de letter nauwkeurig volgen. Nee, maar dan heb je in ieder geval een beetje een globaal idee. Wat je niet moet doen. Er zitten echt hele slechte Leo's tussen, Roy. Echt hele slechte. Ja, maar sommige zijn ook ontzettend fijn. Welke moest ik hebben? City of wat? Hoe? Nee, de production layout. Hey! Hey, achievement! Achievement! Ik zit op hetzelfde eiland als net. Ja, dus Alt heeft nou het goede eiland dan. Maar dat komt helemaal mooi uit. Ik heb hetzelfde eiland. Ja, maar wij weten in ieder geval wat we moeten doen qua game en, ja. En dit. Zo snel mogelijk van het eiland af. Can't argue with that logic. Wacht, nou weer die fucking piraat natuurlijk naast me zitten. Ik weet niet of dat random is. Ja, ik wel heel goed. Of dat ook in de seat zit. Het zit in de seat. Dan heb jij die piraat weer bij je zitten. Ja, dat zeg ik toch. De fucking piraat. Flagship ready for orders. On our way. I present my humble duty to you, and am confident you'll transcend your present circumstance. Hello.
gelijk die Leo trouwens neerleggen die ik net ook had gezegd. You reached a new milestone. Alleen mijn werkhoofd staat natuurlijk niet kwijt. Aan de stad. Even kijken, jij wilt sowieso vis. Daarom zijn jullie boos. Something's missing. Ik heb hier eerlijk net mijn baas anders had neergelegd. Game saved. Game saved. Deze proberen hier zo dicht mogelijk op aan te gooien. Niet uit, maar.
The Emporium Exotique looks forward to your patronage, if you can afford it. Binnen. Kleren binnen. Was weer een beetje happy en zo. Niet heel belangrijk. Toch over weg langs. Die weg. I got something perplexing, need setting straight, please. Couldn't muck me out, could you? You farm elf can't even roll up silage. Game save. Stray dogs. I wish I'd a goose for your kindness. I'm sure down 40%. That's not verkeerd. Oké, een blokje bijbouwen. A fire broke out. Hey, het vikt. Hey, bij mij nog niet. Mag je wat zeggen, ik ben ook ouder te worden, het fikt bij mij allemaal niet meer zo snel. Hier, ik kom langzaam binnen. Met hoeveel van die dingen wil je eigenlijk beginnen, die Lumberjack? Twee? Ik heb er altijd met twee staan. Serieus? Ja. En dan krijg je een begint ook een gigantisch hout te komen, of niet? Ik bouw niet zo'n grote stad in één keer als jou. Dus ik heb wel een hout te komen, okay. Maar ja, er komt altijd hout te komen. Broer, maar ik heb er nou 8 staan. Jezus, ja, man. Ja, 8 is zo snel als je een klein beetje in tier 2 zit, is het compleet overkill. Dan ga ik terug naar 4, maar... Dat is 2 zelfs overkill. Uiteindelijk ga ik inderdaad zelfs terug naar 2, maar... Ja, in het begin, weet je wat het is? Die dingen die kosten geen drol om te bouwen. En ja, het schiet zo enorm op als je er heel veel hebt in het begin. Her Majesty leans on me to detain any who defile her sovereign laws, including you. Een puzzle quest. Een wild animal. The fire has been vanquished. Oh, mooi. Nou, draai in ieder geval positief nou. En hoe ver wil je die dingen eigenlijk uit elkaar hebben? Want ik heb hem nooit... Ja, ik geef dat aan, hè. Als je hem wil plaatsen, hoeveel procent dat hij is. Oké, okay, gewoon een andere. Hou daar rekening mee dat op het moment dat jij wegen gaat bouwen in dat ding, dat het percentage omlaag gaat. Ja. Oké. Okay. En je moet er ook rekening mee houden, die volle cirkel die hij aangeeft, zeg maar, als je hem plaatst, die heeft hij niet nodig.
Hij heeft een stuk minder nodig trouwens. Oké. Waar is die cirkel dan voor? Dat is het maximumgebied, zeg maar. Je kunt bijvoorbeeld, volgens mij heeft hij maar ongeveer een helft van de cirkel nodig. Als je... kijk eens op mijn eiland. Ja, was roze. Ik ben roze. Ja, ik zit links. In het zuidwestelijke gedeelte van de stad. Of zuidelijke gedeelte van de stad. Daar heb ik eigenlijk een ideale layout voor hout. Heeft alles 100%. Een nieuw milestone. Oké, dat is die 4. Ja, dat is dat kruisje, zeg maar. Oké, zal ik het ook wel nagaan. Als je die nabouwt, dan ja, zit je qua hout. That's all we ask. Hopelijk goed. Zo fijn aan boven ook. Ik zal alleen nog met het euvel dat ik niet genoeg mensen heb om dat te doen. Oké, details. Even wat hout gaan sparen, want we moeten dadelijk weer een brug maken. Game save. Zo. Ik moet er even trouwens erbij zeggen, ook mijn layouts zijn niet perfect. Je kunt dat ding van mij echt nog wel een beetje optimaliseren, denk ik. Hoeveel kun je meer uithalen in dit spel? De micromanagement is zoals gewoonlijk in het een en al. Oh jongen. Ik vond de micromanagement tot tier 3 vond ik wel. Die laatste gebouwen van tier 3 waren op zich best wel interessant, zeg maar. Maar gooi je tier 4 gek. Dat is hem gek van te worden. Zover ben ik nog niet geweest. Dus, Ik was in die campaign bezig en ik ging inderdaad tier 4 in. En ik had zoiets van: oké, dat kan ik doen. Dat ga ik doen. Kom ik bij het volgende. Ik kreeg geen fatsoenlijke layouts gemaakt. En dan allemaal stroom nodig. En kreeg mijn stroom nergens geregeld. Kreeg mijn stroom niet eens is opgestart. Wat echt wel een euvel is als je stroom wil hebben. Ja, best wel. Work, sleep. Hamdrum. Hamdrum? Waar heb ik mijn stad beter liggen dan straks eigenlijk? Om een of andere reden. Ik heb het gevoel dat ik veel verder door kan bouwen. Ik deze toch wat meer nog gaan opschuiven. Weet je wat ik trouwens wel mis in het spel? Je hebt een knop inderdaad om te upgraden en dan kun je slepen, maar je hebt geen knop om te downgraden om te slepen. Of gewoon een knop om te downgraden. Moet je eigenlijk huisje voor huisje selecteren de hele tijd. Ik zou willen dat je bijvoorbeeld met ctrl-klik gewoon één blok kon optreden. Dat je alleen de gebouwen pakt die eraan vastzaten. Je kunt slepen met dat upgraden, hè? Dat weet je. Dan kun je gewoon een blok selecteren. Oh ja, dat wist ik niet. Nou, bij deze. Dus alleen shift-klik, maar dan doet hij alles van dat soort. Moet je nooit doen. Of ja, dan kun je doen bij, weet ik het, productieding of zo. Daar kun je dat doen. Ja, voor velden en zo, maar. Daarom zeg ik wel, dat miste ik eigenlijk.
ver mogelijk de hoek in leggen. Dus op zich ook geen stom idee. Eigenlijk best wel een grote stap al. Dus daar ga ik een beetje van te kijken. Move upgrades. Oh wacht. Zo doen we dat natuurlijk. Oh, ben ik in plaats van het upgraden ben ik aan het bouwen. Oeps. We're on center. Ik heb mijn auto nodig. You bar mouth can't even roll up silage. Put a stop for engine production. Complete stop! Ja, was 50. Some scared broke closure, did they? Oké. Dat heb ik het al. Dat is precies één blok. Ik had thee water trouwens afgezet. Onderhand waar ik ook zijn. On our way. Je staat hier. Ja, dat eiland te kennen. Zou dat een beetje lukken, Alt? Ja, ik was even met die snaps dinges bezig. Weet je, kijken hoe dat volgens mij ook nou aardig zoals het op de guide staat. Nou, ga ik hier even heel lullig zijn. Snap is een ideaal voorbeeld van waar je niet de blueprint van moet volgen. Ik zal je ook zeggen hoezo. Je kunt snaps kun je overal neerzetten. En die blueprints die zijn altijd mooi vierkant, zeg maar. Dan moet je eigenlijk wel de vierkante dingen moet je echt gebruiken voor de dingen die velden hebben. Snaps bijvoorbeeld zet je tegen de kust aan en dan kun je gaatjes of vakjes invullen. Hoe vakjes invullen? Kust is niet gelijk. Kust is niet gelijk, dat gaat meestal terug of dat gaat naar voren aan één kant. Awesome. Je hebt nu heb je nog massa's ruimte, maar straks heb je altijd ruimte tekort. Of in ieder geval, ik heb altijd ruimte tekort. Het is me net waar je tevreden mee bent. Hide the bottle, it's the boss! Een tweede dingetje om te weten, snaps, bier en zo. Als je dat aan ze geeft, dan ze happy wel, dan gaan ze lekker veel voor betalen. Dus je inkomen gaat omhoog. Maar als het wegvalt, dan flikkert ook alles in elkaar.
Dat valt wel mee. Je inkomen zakt gigantisch in elkaar. Je moet er echt voor zorgen dat als je gewend bent dat inkomen binnen te krijgen en je krijgt het niet getrokken zonder dat inkomen, dat je snaps of je bier in goede orde houdt. Ja. Want anders gaat het inderdaad fout en kun je lekker negatief gaan draaien. Oké. Okay. Zoals mij nou. Ik draai nou min 400 of zo. Alleen in het begin maakt het geld nog niet zoveel uit, omdat je met een heel groot startkapitaal begint. En ik maak misbruik van die situatie. En die guide voor werkleren, die is wel goed of? Die is goed. Leg hem zo even neer en daarna doe hem heel even aanpassen voor je. Je kunt hem bij mij zien liggen op mijn eiland. En op mijn eiland ligt hij ook twee keer. En welke ben je ook alweer? Ik ben roze en rode scheel. Ja. Jesus Christ, hij heeft me op mijn stad staan gelijk. Ja, dat is Kes. Hey, dit is ongeveer een kwart van wat mijn stad wordt daar. Voor dit eiland. Dit gaat straks allemaal plannen en wordt het alleen maar stad. Ik heb dit spel al wat vaker gespeeld dan jou. Een andere serie in de algemeen waarschijnlijk ook trouwens. Waarschijnlijk wel. Ik had het... ik zal eens even kijken wat ik... bij anno momenteel heb staan, hoeveel uur. Ik kan van die oude, die heb ik zonder... Uplay of wat dan ook gespeeld, dus dat kan ik niet meer nagaan. Nee, maar dat zie je op Steam. Ik heb die op Steam. Toen was die nog niet op Steam, toen ik die had, volgens mij. Zoals ik heb een kapitein gekregen. Oh, dat is altijd fijn. Zeker early game. Moet nog fatsoenlijker, zie ik. Eens even kijken. Anno. 1433 uur. Ik denk dat ik daar nog overheen ga. Ik heb er echt heel veel over land gespeeld. Ik ook. Ik heb, kan hem eerst wel illegaal. Ja, ik had hem legaal, maar dat was vrij juli toen aparte downloaden. Yeah. Righty ho. New orders? Dat gaat wel even duren. Weet je wat ik nodig heb? Hout. Hout. Ik heb zoveel hout nodig, gek. Wat was ook voor die website, voor die layout? De wiki. De fandom gewoon? Ja. Oké. You reach a new milestone. Is hier wat? Nee, ik heb alleen die 2070 die ik heel weinig gespeeld heb met 128 uur. Dat klinkt zo raar, hè? Ik weet dat wij die met z'n tweeën in ieder geval al 200 jaar. Nee. Gewoon wij alleen. Die 2070. Ja, weet ik. Ik weet dat wij ooit eens een keer zo'n game hebben. Alle eilanden helemaal prop voor hebben gebouwd. Yep. 2205 heb ik ook niet heel veel gespeeld. Nee, die heb ik heel weinig gespeeld. Ik denk dat als ik daar boven de 100 uur zit, dat ik hoog zit. Dat denk ik ook. Weet je wat dat is? Die had ook helemaal geen replay value. Vond ik in ieder geval. Nee, sowieso dat hele toekomst... Dat... Nee. Ah, jawel, ik vond 2070 vond ik leuk. Ja, met die onderzeertjes en je had die onderwaterbasis vond ik helemaal te gek. True. Plus, je had nukes.
Ik bedoel maar... 1800 is leuk, maar toen hadden ze geen nukes. We hebben net zat ons met de Civilization serie. Hartstikke geweldig, maar ook daar, degene die de toekomst in gaan, heb ik heel weinig gespeeld. Ja, ik ook minder. Ik weet ook niet wat het is wat daar tegenwerkt. Laat ik het zo zeggen, want op zich, Civilization. Dat niet alleen, bedoel, maar ik hou ook al van spellen, hoe heet het, van futuristische spellen. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Nee, daarom snap ik het ook niet. Weet je wat dat is? Nostalgie. Zou het? Ik denk het wel. Plus, wat misschien ook wel is natuurlijk, als je kijkt naar de hoeveelheid games die je vroeger speelde, er kwamen niet zoveel games uit op jaarbasis dan nu. Nee, weet ik. Ik denk dat ik de originele Shift, dat die, weet ik hoeveel uren heb gestoken. Game save. Hetzelfde met de oude Heroes of Might and Magic 2 was dat. 1 vond ik niet zo geweldig, maar 2 was ook geweldig. 2 en 3. 3 was nog beter, maar... Ik ben wel aan het vergeten, heb ik het idee. Ik weet echt niet wat. Hier zie ik dat ook. Civ 5, 172 uur. Civ 6, 49. Ja. En Beyond. Earth, 118 minuten. Not too many changes. Dan was je van onder de indruk. Ja. Maar die is ook wel meer aan gespeeld, denk ik. Het zijn toch Civ games wat dat betreft. En ik wil toch altijd even de hele tech 3 doorlopen. Als ons en altijd. Important. En dat haal je niet binnen een paar uur. Oneself. Ja, het zullen inderdaad een paar factoren zijn. Eén is vroeger minder games, waardoor je meer overland speelde, met elkaar speelde. En dan was je gewoon een weekend bezig of een week als je vakantie had. Ik denk dat het eigenlijk wel meevalt op spelen. Nou, als je kijkt toen wij bij Bas zaten, dat was dan al laat heen met Sins. Ja, oké, maar dat deed je ook niet regelmatig. Hè? Ik bedoel, want je moest met z'n allen bij elkaar komen, PC's meenemen, de hele verbouwing. Maar een rugzak mee, matrassen mee, weet ik al voor zooi allemaal. Dat is niet even iets wat je op een dode weekse dag even tussendoor doet. Nee, klopt. Dan zie je. De tijd. Ja, oké, toen wij met dingen bij elkaar zaten, hadden we wel al kabel, maar... Hoe ziet dat eruit bij mij? Is dat een beetje verstandig zo, of moet het laten? Je hebt die weg met die T-splitsing, hè? Mm. Je moet die T-splitsing weghalen. Tussen links en rechts alleen, het middelste laten liggen naar het warehouse toe. En dan moet je die twee knitters, moet je eentje naar binnen schuiven. Dan steek die weg aan. Zo, ja. En dan leg je tussen de knitter en de sheep farm, allebei de knitters en de sheep farm, leg je allebei één stukje weg. Ja, waar je net echt de weg hebt weggehaald, zeg. Of waar je dat ding net hebt weggehaald. Maar... Naar de andere kant. Nee, andere kant. Ja, dat mag. Mag ook. Ja, nee, dat mag ook. Nee, dat moet je niet doen. Want dan gaat hij vanuit de warehouse een autootje sturen. Ah oh ja, klopt. We moeten de weg niet aan de warehouse laten passen komen. Nee, dus je moet echt alleen... Ja, zo. Zo, ja, aan de andere kant ook. Yep. En dan heb je tussen die twee sheep farms heb je een weg zitten. Die moet je weghalen.
Oké, okay, die. Die eiland. Juist, zo is je perfect. Oh ja, ik bouw hem niet langer. Ja, ik bouw hem sowieso nog net één stukje anders dan dit. Ik doe dat eerste veld doe ik ook nog naar binnen trekken. Ja, dan heb ik weer drie extra ruimte aan de zijkant. Dat is drie extra ruimte, Roy. Alsof me dat gaat redden. Ik wou net zeggen. Nou ja, 20 keer 3 is ook 600. Of 60. Weet je wat dat is? Ik kan dat dan weer opvullen met, weet ik het, snapsvelden of weet ik wat voor een zooi wat ik over heb. Dan krijg je het wel vol. Daar ben ik niet bang voor. Ik wou zeggen, daar ben ik ook niet bang voor dat je het niet vol krijgt. Hemdkop kom je altijd. Man, ik heb stenen tekort, ik heb hout tekort, ik heb alles tekort. Ik had net mijn stenenproductie gestart. Begin ik een quest hè, bij die balbazaar, dude. Moet ik 26 ton bricks dan toe brengen? Godverdomme. 26 ton? Oh, ik was aan denken, 26.000. Maar 26, nee, oké. Okay. Ja, ja, dat okay. Zijn tonnen. Games, ja, dat zijn tonnen, klopt inderdaad. Maar ik was aan denken, 26.000, dat is wel hier eigenlijk. Ja. Ik weet niet of je dat binnen een half uur gaat lukken. Al had je alles op voorraad. Nee, dat krijg je niet vervoerd in een half uur, man. Nee, nog niet. Niet met dat kleine rondbootje wat we hebben. Nee, dan heb je toch wel een paar kleppertjes nodig. Ik denk dat wel wat groter schijk. Die kleppers vind ik ook niet geweldig hoor. Oh man, die zijn zo langzaam als. En als er nou inderdaad echt veel in zou zitten, dan zou ik zeggen, oké. Okay. Er zit niet eens veel in. Houd weer een beetje bij het trekken, dan gaan we eens even kijken voor ik heb eigenlijk niet idee alsof ik wat voor vergeten ben. Niemand. Ik had hier net een keer een ander gebouw staan. Ik weet echt gewoon niet meer wat. Dus 15. Oh, komt sowieso voor mijn stad te zitten, dat wil ik sowieso niet. Kijk, hier hadden we de bier, denk ik. En brood. Ik ga van deze kant beginnen. Daar heb ik toch al de weg lopen, dus dat komt mooi uit. Schuiven. Misschien dat we hem straks ook nog wel boven schuiven.
Als het spul vol begint te raken, moet ik er gewoon een warehouse bij zetten? Of? Nee, je krijgt uiteindelijk in tier 2 krijg je een depot voor in je harbor. Dat geeft, even kijken... 50 geloof ik. 50 storage. Een warehouse verhoogt de dingen niet, de opslag. Volgens mij niet in ieder geval. Nee. Vroeger was het wel zo. Ja. En hoe kan ik zien wanneer ik verder ga? Dat ik meer kan bouwen, zeg maar. Als het goed is, heb je daar een vis voor nodig. Dat zou je wel hebben. Kleren heb je nodig. Dat was het dan. Marketplace, ja. Dan moet je op, op een huisje klikken. Wat je gebouwd hebt. Wat je gebouwd hebt. En dan zie je daar waarschijnlijk 10 van 10 staan. Mm-hmm, zo. Met een pijltje, met een pijltje naar boven en... ja, geen pijltje naar beneden. New orders. Terug eens een pijltje naar boven. Kijk, nou ben je de volgende tier ingegaan. Krijg je nieuwe gebouwtjes, nieuwe dingen die ze willen hebben. Gaan ze meer zeuren. Ja. Dus voordat je ook te veel huisjes opkrijgt, zorg dat je in godesnaam alles op orde hebt. Voordat je naar boven gaat. Oh ja. Want anders gaat dat heel hard de andere kant in. Ja. Plus je moet er rekening mee houden. Bovenin op je scherm heb je twee cijfers staan nou. Farmer workforce en worker workforce. Ja. Je hebt die kleine huisjes, dat zijn farmer huisjes. Haal je er eentje weg, of doe je die upgraden, dan ben je de farmers in het huisje ben je kwijt. Dat worden dan workers. Dat is de volgende generatie, zeg maar. Dus momenteel heb je, weet ik het, 100 farmers over. 10 per huisje, dus 10 farmhuisjes zou je eventueel weg kunnen halen. Noem maar even wat, hè? Ja, dus er staat nu plus 117, dan heb je 117 te veel, zeg maar. Ja, maar delen door 10, want dan zitten er 10 in een huisje. Ja. Dus in dit geval is dat 11,7, dus 11. Want als je 12 pakt, dan heb je er 3 tekort. Ja, dus als ik nu eerst even dit groepje van 8 huisjes upgrade, dan is dit van voldoende, zeg maar.